inbound namens Frankrijk. Staki, Marie, die zijn. Marie divine, 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 Marie divine,
finish line. Two, let's remain. Attention. On the painted, die wilde, naar voren, die wilde, dat er voor hoog maakt. Oh,
acting bedacht, 18.8. De fiets wordt geplaatst voor Melvin in oranje. Run number two. Both riders ready. Zouden 53 punten, maar dan wordt er 9 punten bronzen medaille.
We have a warning for Italy. Warning for Italy. Allez Thomas! 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 Allez Er was een waarschuwing voor aan het linkerwege en een tekentje van de Rijksdienst. Dat was een waarschuwing voor de Italianen. Incorrect rijden af. Hier de waarde voor de Italianen. En daar de Italianen, ze helpen nog steeds die Portugezen. Maar die hebben nog meer dan een kwart achterstand op de staart van het peloton. En daar gaan onze zaadsturen. We gaan in de Fabio van der Bossen, Lindsay de Velder. Aan de over zijn de Portugezen en de Italianen. Die gaan zo meteen punten laten verdampen voor de rest van het veld. Dan de Spanjaarden de Britten en dan ook de Belgen krijgen de bel. We hebben nog 1100 rijden en verdampen punten voor het klassement. Want we gaan naar 5 punten zometeen hier voor de Portugezen. We gaan naar 3 punten voor de Italianen. We gaan 2 punten voor de mannen hier achter met Groot-Brittannië en met natuurlijk Spanje. En dat betekent dat Frankrijk en Duitsland de situatie gelijk blijft in de finale. 62 punten voor Duitsland, 60 punten voor de absolute finale. Ik kijk er mee in de Portugese. Ja, die komen net ons even. Dit is de punten. Duitsland 62, Frankrijk 60. De strijd komt met goud en zilver. Dat tussen die twee landen. En nog steeds de derde 4 punten voor op de Belgen. En de goede punten die zijn verdwenen. De punten die zijn verdwenen met die Portugese daarna. Die zouden met de 10 punten op 47 komen. Die zouden dan nog de theoretische kans kunnen. De checken die naar voren komen. De Britten daar naar voren. Wie gaat er weg? Wie gaat er weg? Daar de rode boven en de roze die met de NAVO komt. We hebben zo meteen nog een 200 rijden. Two laps remaining in the final. Women's Sprint Race. Met de Waarde ziet de Componi. Daar komt de Stemberg aan. Stemberg naar de Componi. Waarde ziet de Componi. Stemberg. Finanza. Onderin komt wel Sophie. Ja, zo'n Great Britain. Sophie Lopez. Prachtige wedstrijd, de Women's Stretch Race Final. Dat betekent dat wij hier de juiste lichten zometeen terug gaan krijgen als alle dames veilig aangereden zijn in de baan. Componi, Wittevol, Finanza, 4 wordt Picolic, 5 Portugal, 6 Litouwen, 7 Duitsland, 8 Noorwegen, de 9 Tsjechië en 10 Ierland. Maar Clara Componi is de Europese kampioen van dienst en zij is zielsgelukkig. We gaan alles in gereedheid brengen voor de Europese draaien en al het pracht. Clara Componi! Martina Fidanza. Martina Fidanza. Oh, second place. En de winnaar in zilveren. De tweede plaats van de winnaar van de zilveren medaille.
laatste België, Rani Wittebrommel. Zonder al die vrijwilligers